ja, zo'n pruikgewei kan toch weer goed komen met medicijnen en met een hormoonprik. Beste mensen, we staan hier even met een hert. Oh, dan moet ik met een pruikgewei. Je hebt net hormonen gegeven. Kijken of we het goed kunnen krijgen. Eens kijken wat het doet. Hij is vandaag geprikt. Voor 14 dagen zou het wat moeten gaan doen. Kijk eens. Nou, ik ben erg tevreden. Als het zo nodig is, kan het nog een keer halen of een keer afzagen. Maar het gaat gewoon zo. Laat even lekker kijken wat het wordt. Nou, dit is dus een pruikgewei na het behandelen met hormonen. Het hing eerst een enorme kwabbel voor de ogen. Maar nu is het eigenlijk aan het opdrogen. Niet zeker hoe het zich ontwikkelt, maar ik hoor net van de eigenaar dat hij een stuk actiever is, een stuk levendiger. Nou, als het nodig is, kun je het nog een keertje herhalen, maar eerst maar even kijken wat het zo doet. Als je een hertenbok castreert, de ballen eraf haalt, dan kunnen 2-3 jaar later kan er een pruikgewei ontstaan. Enorme vellen en lellen aan het gewei en wordt het niet meer afgeworpen. En ja, dat kan als er infectie bij komt of maden, dat betekent eigenlijk dat ze dier te dood opgeschreven kan zijn. Door behandeling met hormonen kan dat een stuk beter gaan en kan het weer opdrogen. En eventueel zou het nu ook kunnen afzagen. Maar we hopen dat het nog afvalt. Misschien nog een keer een tweede injectie. En anders moet het onder narcose verwijderd worden. Het gaat nu prima. En in België hadden we ook een hert met een pruikgewei. En die zaten de maad al in. Echt een ontsteking erbij. En dat is toch heel levensbedreigend. En zo kunnen ze het goed met elkaar vinden.